Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag zijn we weg met de boot. Hey. En het is vakantie vandaag en morgen en overmorgen en overovermorgen. En meer ga ik niet verklappen, want het wordt een leuke vakantie en dan ga ik veel vlog zetten. Dus tot zo! Dat was eenmaal nu weer terug naar de boot. Nou, we zijn net aangekomen in Elburg. We zijn net aangekomen zoals ik al zei. We gaan nu even de stad in. Kijken of we wat kunnen eten straks. Zo, we zitten nu in het restaurant. Lekker koffietje. Krijgen we zo hoofdgerecht. Nou, eerst voorgerecht, dan hoofdgerecht. Zo, heerlijk gegeten. We gaan nu nog een ijsje halen in de vestiging. En heb ik nog een leugen te vertellen? Nope. Nou, goedemorgen jongens. Ik lig nu nog in bed. Ik moet nu een kleine smalle bed. Een bedstee, een soort van. Hoe is dat? Ik ga zo meteen opstaan. Ik ga even wakker worden. Gaan we daarna even lopen. Misschien pas nog 7 kilometer, maar ja, dat zien we dan wel. Oké, klaar voor ochtend gymnastiek. Lopen. Gaan we eens even kijken. Waar dat pad is. Hoe we dat moeten volgen. Hier ergens stond het bordje. Polderpad Elburg. 7 kilometer. Nou. Let's do it. Die kant op. Nou, we zijn nu alweer het polderpad kwijt, dat is het pad dat we moesten volgen. We gaan nu in een kloostertuin kijken. Voor de eerste keer van mijn leven in een echt kloostertuin. Het is toch wel een kloostertuin? Ja, hij staat nu dicht. Hij is dicht! Aan deze deur. Nou, ik ga even een tekstje voorlezen. Voor het geval dat jullie niet zo snel kunnen lezen of wat dan ook. Hier. Muurhuisje. Dit muurhuisje werd in 1839 gebouwd. De stadsmuur speelde toen geen rol meer in de verdediging van deze stad. Van de stad, sorry. Tot 1950 woonden in deze huisjes gezinnen. Soms met meer dan 10 kinderen. Op diverse plaatsen in Elburg zijn muurhuisjes gerestaureerd en weer als woning in gebruik.
En dit zijn dan, als het goed is, die muurhuisjes zoals ik net al liet zien. Deze kerk is nu gerestaureerd aan het worden, maar hij komt serieus uit 1397. 1397. Om je voor te stellen hoe oud dat is, hè? We zetten onze route voor. Nou, we staan nu voor een Joodse kerkhof. Hier, ik zal dit bordje wel even voorlezen. Dit oude bord. De geliefd, die geliefd en bemind waren tijdens hun leven zijn ook in de dood niet gescheiden. Hun aandenken zij tot zegen, ter blijvende nagedachten. Nis. Aan alle Joodse medeburgers die gedurende de Tweede Wereldoorlog door de Duitse terreur uit ons midden werden weggerukt. En hier is dus die begraafplaats. Je hebt hier één heel vies ding, dames en heren. En dat is de hondenpoep. Want ze poepen hier de honden zo op het gras. En dan komt de grasmaaier weg. En die maait dan het gras en de hondenpoep. En dan komt de hondenpoep helemaal hier over verstrekt te liggen, zodat het nog meer gaat stinken. En dat is niet zo fijn. En nu lekker haringje halen. Daar is mijn zoute haring. Miam met zuur. Varen. Varen. En varen. En nu haring. Miam. Zo, we zijn net aangekomen. We hebben even middag gegeten. Pistoletje. Ik heb lekker troep. Gaan we nu even rondlopen. Kijken wat er gebeurt hier. Trampoline. Zo, we zijn het aan het varen. We hebben net ochtend gegeten. We zijn net wakker geworden. Een beetje de hik. Ja, we zijn nu aan het varen. Op, over het Ketelmeer en zometeen over het IJsselmeer. Gaan we door een hele grote sluis heen. Dat ga ik zeker filmen. En daarna gaan we zijn we bij Lelystad. Dat is onze eindbestemming voor vandaag. We varen nu de sluis in. De hele grote megasluis zit er al prachtig in. We dachten, joh, die had ik gewoon eenvoudig. En als goed ziet van een damblans. Met soft ijs en toepje slagroom en nog iets van koek. En een kramenkoekje eroverheen. Nou ja, dat maakt niet zoveel uit. Want we zijn nu aan het varen naar huis. Nog 2,5 dagen school. Vakantie, sorry. En dan ga ik naar school. Oh ja, die Marnix en Nout hebben ook een YouTube kanaal. Misschien leren jullie ze zo beter kennen. Een YouTube kanaal is Marnix van de Post. Het linkje staat onder in de beschrijving.
En ja, meer heb ik momenteel niet te zeggen. Dus, oh ja, voor wie het afvraagt, er zit kauwgom en bubbeldisje in mijn mond. Zo, we gaan de deuren dicht van de Zuidersluis. We gaan zo meteen 5 meter naar beneden. En dan gaan we naar huis. En dan zijn we thuis over een kwartiertje. En dan zijn we nu vlak bij huis. Damn.